Dag beste leerlingen, ik hoop dat jullie van de vakantie hebben genoten en van het mooie weer. Jammer genoeg moeten we nu verder met de leerstof. Ik heb voor de vakantie eerst nog een beetje jullie laten ontdekken over groei, maar ik heb er nu toch voor gekozen om eerst verder te werken met logaritmen. Sommigen van jullie hebben daar reeds een les over gehad, maar niet iedereen, dus ik ga voor iedereen nu gelijk dit nog eens uitleggen. Oké, we hebben in het verleden reeds gezien, we reeds machten leren uitrekenen. 2 tot de derde macht. Hoe we dit berekenen, dat was 2 maal 2 maal 2. 2 tot de derde macht is 8. We hebben ook reeds geleerd hoe we de machtswortel moeten berekenen van een getal. Dus de derde machtswortel van 8 is 2. Wat we nog niet geleerd hebben, is welke exponent we aan een getal moeten geven om een ander getal te bekomen. Dus welke exponent moeten we nu bij 2 zetten om 8 te bekomen? Ja, dat kunnen we hieruit afleiden, hè? Want 2 tot de derde is 8. Dus de exponent die we bij 2 zullen moeten zetten om 8 te bekomen zal 3 zijn. Maar dit is geen wiskundige notatie. Dus hiervoor hebben we logaritme ontdekt. Of ja, gebruiken we logaritme. Dus we zullen het niet zo noteren, maar met de notatie logaritme. De correcte notatie is de 2 log van 8. En we lezen dat als volgt. Hè. Die 2 log lezen we als tot welke macht moet ik 2 verheffen. En dan die 8 om 8 te bekomen. En dan is het antwoord tot de derde macht. Dus nog eens. Tot welke macht moet ik 2 verheffen? Om 8 te bekomen, wel het antwoord wat we achter het gelijkaansteken schrijven, is dan de derde macht of 3. Ja? De macht die ik aan 2 moet geven om 8 te bekomen is 3, want 2 tot de derde macht is 8. 2 is het grondtal en 3 is de exponent. Ja? Ook hier bij deze notatie is 2 het grondtal. Vanaf nu gaan we niet meer werken met grondtal 2, maar alleen nog met grondtal 10. Dus, we nemen als voorbeeld de 10 log van 1000. Tot welke macht moet ik 10 verheffen om 1000 te bekomen? Wel, 10 maal 10 maal 10 is 1000, dus tot de derde macht. 10 tot de derde macht is 1000. Ja? De exponent die ik dus bij 10 moet zetten om 1000 te bekomen, moet dan 3 zijn. Maar er is ook nog een afspraak, hè? Dus we hebben het nu over de 10 log, maar die 10, bij 10 log gaan we niet schrijven. Bij 10 log schrijven we eigenlijk geen 10. Net zoals dat we in breuken bij noemer 1 die 1 niet schrijven. Ook als we de vierkantswortel schrijven, schrijven we daar geen 2'tje bij, hè? Tweede machtswortel. Is er een afspraak dat we bij de 10 log eigenlijk die 10 hier niet gaan schrijven. Dus die 10 die gaan we wegdoen. Dus we schrijven niet de 10 log van 1000, maar we schrijven de log van 1000. Als je dus een log ziet staan zonder een grondtal erbij, dan gaat het steeds om een 10 log. Of een logaritme met grondtal 10. Dit noemen we ook nog een tiendelig of een Briggs logaritme. Dus Briggs logaritme zijn tiendelige logaritmen. Of logaritme met grondtal 10. Okay. Neem nu je oefeningen van de tweede week van het afstandsonderwijs van voor de paasvakantie erbij. En dan zullen we eens kijken waarom je die oefeningen hebt moeten maken, want dat waren eigenlijk voorbereidende oefeningen voor het berekenen van logaritmen. De oefening was daar, schrijf als macht van 10. En je moest bijvoorbeeld 100 schrijven als een macht van 10. En 100 kon je schrijven als 10 tot de tweede. Wel, als ik nu het logaritme van 100 zoek, dus log van 100, dan kan ik zeggen, ik kan 100 ook schrijven als 10 tot de tweede. Ja? Dus als ik zeg de log van 100, als ik dat zoek, ja, dan weet ik dat dat gelijk is aan de log van 10 tot de tweede, want 100 is 10 tot de tweede. Als ik dan mijn definitie ga lezen, hè, dan lees ik tot welke macht moet ik 10 verheffen om 10 tot de tweede macht uit te komen? Ja, tot de tweede macht, hè, want ja, het staat bij 10. Dus als hier 10 tot een macht staat, dan kan ik gewoon mijn exponent aflezen. Andere voorbeeldjes, we hadden bijvoorbeeld de log van 10.000 berekend, we hadden gewoon 10.000 als macht van 10 geschreven, en 10.000 was 10 tot de vierde. Als ik dus de log van 10.000 ga berekenen,
dan mag ik ook zeggen dat dat gelijk is aan de log van 10 tot de vierde. En we hebben gezegd, ja, eens dat daar 10 staat, hier, dat hier een 10 staat, 10 tot de vierde, ja, mag ik mijn exponent aflezen. Want tot welke macht moet ik 10 verheffen om 10 tot de vierde macht uit te komen? Tot de vierde macht. Dus je schrijft eerst als een macht van 10 en dan lees je de exponent af. De log van 10 kan ik schrijven als de log van 10 tot de eerste macht, want 10 is 10 tot de eerste macht. En dan kan ik mijn exponent aflezen. Pas op, want dit is een beetje een speciale. De log van 1. 1 kan ik schrijven als 10 tot de nulde macht. Dat was ook een oefening in die voorbereidende oefeningen. 1 kan ik schrijven als 10 tot de nulde macht. Ja, dus en dan kan ik mijn exponent aflezen. De 0, dus de log van 1 is dan 0. Andere voorbeelden. Dat waren dan de volgende reeks oefeningen die je moest maken. De log van 0,000001 kon je schrijven als, of 0,000000001 kon je schrijven als 10 tot de min 7e. Ja, als je eerst dus dit getal als een macht van 10 schrijft, dus hier 10 tot de min 7e, dan mag je dus daarna de exponent aflezen. Let op, hier moet altijd een macht van 10 staan, niks anders. Ja. Hetzelfde voorbeeld hier, de log van derde machtswortel van 10 tot de tweede. De opdracht was, schrijf dit als een macht van 10. Wel, de derde machtswortel van 10 tot de tweede is 10 tot de 2 derde. Als ik daar dan de log van neem, dus neem ik ook de log van dit, dan mag ik mijn exponent aflezen en wordt dat 2 tot de 2 derde. Zo. Oké. Nog een paar oefeningetjes. Het is maar om aan te tonen dat als je een getal hebt geschreven als een macht van 10, dat je nadien dan de exponent kan aflezen. Dus de log van de derde machtswortel van 1 tiende tot de tweede, dan hebben we de derde machtswortel van 1 tiende tot de tweede eerst geschreven als een macht van 10. 1 tiende kunnen we schrijven met een negatieve exponent, dus 10 tot de min eerste. En dan min 1 tot de min eerste tot de tweede wordt dan tot de min tweede. Dit komt in de teller, wat bij de wortel staat, komt in de noemer. Dus kunnen we schrijven als 10 tot de min 2 derde. We nemen de logaritme dus, we houden de exponent over. Ja, hier nog een voorbeeldje. De log van de wortel van 1 gedeeld door 0,01 tot de derde macht. Schrijf dit eerst als een macht van 10. Dus 1 op 0,001, ja, dat is 1000. 1000 tot de derde macht. Ja, 1000 is 10 tot de derde. En 10 tot de derde tot de derde macht, dat is hier dan, hè, 10 tot de derde macht exponenten vermenigvuldigen, dat wordt dan 10 tot de negende. En de vierkantswortel, dan komt er een 2 in de teller in de exponent, in de noemer in de exponent. Dus krijgen we 10 tot de 9 tweede. Als we de log nemen van 10 tot de 9 tweede, dan kunnen we die 9 tweede, die exponent, dus achter het gelijkaansteken plaatsen. Dan heb je ook een ander soort oefeningen, de log van 75. Ja, de vraag is dus, tot welke macht moet ik 10 verheffen om 75 te bekomen? 10 tot welke macht is 75? Ja, dat kan je niet uit je hoofd berekenen. Dat zal een commagetal zijn en hiervoor heb je je rekentoestel nodig. Bij deze oefeningen moet je dus je rekentoestel gebruiken. Op je rekentoestel heb je een knopje log. Je typt gewoon log en het getalletje 75... is gelijk aan en je rekentoestel geeft je de juiste oplossing. Rond best af op 3 cijfers na de komma of kijk wat er gevraagd is. Maak nu zelf opgave 1 zonder rekentoestel. Noteer wel steeds je tussenstappen zoals wij gedaan hebben. Dus schrijf eerst uw logaritme als een macht van 10 en lees dan de exponent af. En nadien kan je wel de oplossingen controleren met je rekentoestel. Dus als je bijvoorbeeld in je rekentoestel intypt de log van 100, dan zal je ook zien dat je rekentoestel zegt, ja, dat is 2. En dan kan je controleren. En dan opgave 2 is een oefening met rekentoestel. Dus die mag je dan met rekentoestel maken. Dan mag je ook oefening 3 maken. Opgave 3 is een opgave zonder rekentoestel. En 4 is er eentje met rekentoestel. Dit is een ander soort oefening. We doen eentje samen. Dus bij opgave 3 is de eerste oefening. Gegeven is dat de log van x gelijk is aan min 3.
Ja? Eigenlijk moet je hier je zinnetje bijzeggen. Hè? Dus tot welke macht moet ik 10 verheffen om x te bekomen? En het antwoord is min 3. Ja? Dus eigenlijk staat er 10 tot de min derde macht is gelijk aan x. Dus je moet x berekenen. En je weet dus dat x gelijk is aan 10 tot de min derde macht. Let op, we laten nooit een negatieve exponent staan, dus je moet 10 tot de min derde nog schrijven als een breuk of als een commagetal. Dus ik herhaal, als er staat log x is min 3 en je moet x berekenen, ja, dan staat er eigenlijk de 10 log van x is min 3. Tot welke macht moet ik 10 verheffen om x uit te komen? Tot de min derde macht, dus 10 tot de min derde, zal dan gelijk zijn aan x. En ik heb x dan berekend. Maar ik mag geen negatieve exponent laten staan. Dus ik zal 10 tot de min derde nog moeten in een commagetal of in een breuk zetten. Goed. Oké, dan wens ik jullie veel succes bij deze opdracht. Tot volgende week.